Vandaag zijn we in Bodegraven bij een van de locaties van Refresco, waar pakken en drinkflessen worden gevuld en verpakt, maar nog veel meer. Een hele opgave en dus gebruiken ze de EasyGo-app. Maar Refresco heeft ook zelf een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling hiervan. Hoe dat eruit ziet, gaan wij vandaag zien. Sander, we staan hier in het magazijn van Refresco in Bodegraven. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Het begint eigenlijk bij de aankoop van grondstoffen. Dus die komen ze natuurlijk brengen. En daar werken wij voor heel erg veel verschillende kranten. Maar als je kijkt, even los van Bodegraven, wat we in Nederland doen. Dan vullen we pakjes, kleine pakken, kleine flesjes, grote flesjes, blikjes. Overal waar wij pakken drinken zien staan, heeft Refresco een betrokkenheid? Ik denk dat 85% van wat je ziet, dat daar een betrokkenheid van Refresco wel... 85%? Nou ja, zo ongeveer wel, denk ik. En als je hier zo rondkijkt hoeveel mensen aan het werk zijn, er zijn heel wat operators die rond aan het lopen zijn, op de karretjes zitten, noem maar op. Ja, ik denk de Benelux, een mannetje of 1400. Dat is ook waar jullie onder andere met de EasyGo-app aan de slag zijn. Vanwaar die behoefte om dat te omarmen? We proberen één keer in de zoveel jaar te verdubbelen aan capaciteit. Maar dat betekent ook iets voor de werkwijze die we hebben en het standaardiseren van de werkwijzes. Nou, waarin vroeger altijd alles op papier deed, zijn we nu aan het digitaliseren om ook onze standaarden digitaal te maken. Zodat we de mensen die binnenkomen ook sneller op de speed krijgen in het werk wat ze moeten doen. Onze kennis en onze vaardigheden daarmee beter borgen. Ja, en ook een stukje paperless factory, industrie 4.0, hè, een stap richting de toekomst. Dat we daar ook meer klaar voor zijn als voorheen. Jij gebruikt de EasyGo-app. We zijn van papierwerk naar EasyGo digitaal gegaan. In het begin was best wel even wennen. Ja, we zijn alles gewend om alles te noteren, op papier zetten, vastzetten. En nu moeten we met zo'n tablet lopen. Als je iets niet weet of als we iets moeten zoeken, dat er een hoop instructies nou in zitten. Dat is alleen maar makkelijker en kost normaal gesproken veel meer tijd om het uit te zoeken. En nu hebben we bijna alles in tablet. Ja. Jullie hebben dus een grote betrokkenheid gehad in de ontwikkeling van die EasyGo-app. Ja. Waaronder de ontwikkeling van de skillsmatrix. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Vraag ook bij het zichtbaar hebben van wie beheerst nou wat, wie kan wat. Ja, dat we daar nog wel uitdagingen hadden. Dus hebben we de samenwerking opgezocht met EasyFactory vis à vis. Dat is eigenlijk meer uit een gesprek is dat geboren. Vanuit daar hebben we de behoeftes van de fabrieken opgehaald. Met EasyFactory daar een doorontwikkeling in gemaakt. Het hoofddoel is echt het inzicht houden op wie kan wat, wie beheerst wat. De kennisvaardigheden per medewerker en wie kunnen we op welke werkplek inzetten. Zodat we daar ook gewoon op kunnen plannen en zorgen dat we altijd voldoende capaciteit en een kwalitatief goede capaciteit hebben op de plekken waar we het nodig hebben. Hey, en als we dan hier zo om ons heen kijken, we staan hier zo, er gebeurt van alles. Blijf je er nog over verbazen of ben je het inmiddels helemaal gewend wat hier allemaal gebeurt? Nee, het blijft interessant. Echt leuk om te zien hoeveel er ook dagelijks ook... Ja, beweegt. Het is altijd in beweging. Ja. Kun je nog normaal door de supermarkt lopen of zie je overal Refresco in je hoofd? Ja, ik zie overal Refresco in mijn hoofd. Ja. Ja. Nou, dat is toch mooi. Iedere dag even herinnerd aan je werk. Nou ja, dat sowieso. Ja, ja, als je thuis met een drankje zit, denk ik, nou ja, dat is goed.